draait dan echt maar 5 à 10% van je reguliere omzet. Wil je me helpen om ook klimaatpositief te worden? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe is het met je? Ja, het gaat wel goed. Het is een beetje gek allemaal met corona natuurlijk. Dus iedereen zit thuis en we proberen op deze schermpjes toch nog enigszins contact met elkaar te hebben. Maar dat is best wel lastig als je aan het bouwen bent aan een organisatie. Maar het is een gekke tijd, maar verder gaat het wel goed. Hey, want jullie verkopen zeg maar yoghurt-gerelateerde lekkere dingen, zeg ik maar even, hè? Ja, dat klopt wel. En dat doe je in fysieke gelegenheden. Ja, wij waren de eerste die voor de aankondiging van de overheid hadden besloten van joh, wij gaan dicht. Want we zagen dat, als je het hebt over van je moet je ouders en je grootouders beschermen en waarom doe je dat met je personeelsleden en je gasten niet? Dus wij merkten dat het in die eerste 2 weken van maart, toen corona een beetje opkwam, dat het nog heel erg druk was in onze vestigingen. En toen hadden we zoiets van op die zondag dat ook de overheid 's middags heeft gezegd van de horeca gaat dicht. Wij hadden 's ochtends echt zoiets van joh, dit kunnen we niet maken, we moeten verantwoordelijkheid pakken. Dus toen hebben we besloten van jongens, we gaan vanmiddag om 3 uur geloof ik, alle zaken dicht. En daarmee waren we de eerste. Maar dat is wel gek om zo'n besluit te nemen van joh, je hebt 13 locaties. En dat is letterlijk je brood. En die gooi je dicht. Toen was ik wel heel blij dat de overheid daar gelijk achteraan kwam. Ja, en sindsdien hebben we nog wel in de weekenden onze lunchrooms opengezet in de binnensteden, 9 vestigingen. Maar de high-traffic locaties op stations in Schiphol en de Voethalle Amsterdam, die zijn dicht, want daar is gewoon geen high-traffic meer. Ja. Wat betekent dat, zeg maar, omzet-wise voor jou? Nou, op de dagen, nou, de eerste 3 weken nul. Dus we waren januari, februari zaten we zo'n 15, 20% boven het jaar daarvoor. Dus we waren echt met een lekker jaar bezig. Ook al is het dan 2,5 maand. En daarna is het ineens naar nul. In de weekenden dat we aan het testen waren met onze afhaallocaties in de binnensteden, doe je op een goede dag 30%, 35%. Maar van de dagomzet. En dan heb je dan ben je vrijdag, zaterdag, zondag ben je open. En de overige dagen ben je dicht. Dus ja, je draait dan echt maar 5 à 10% van je reguliere omzet. Jezus. En voldoet dus Ja. voldoet de maatregelen van de overheid dan? Nee, bij lange na niet. Want je hebt die TOG-regeling met die 4.000 per BV. Of per bedrijf. Nou, dat is per BV. En we hebben dan 13 actieve BV's, dus dat helpt een beetje. Maar dan kun je je internetabonnementen, zeg maar, en je mobiele telefonie en je verzekeringen voldoen. Maar de huur bij lange na niet. Dus de huur loopt door, geschort. Daar word je niet voor gecompenseerd, zoals het nu lijkt. De NOW-regeling is in de praktijk ver van 90%. Dus daar moet je ook maatregelen op nemen. Nee, zoals het er nu naar uitziet, heb je gewoon 3 maanden behoorlijke schulden opgebouwd. En moet je zelf kijken hoe je dat zo ver mogelijk ja, of kwijt kan schelden. Dat is het mooiste natuurlijk. En sommige partijen komen daar proactief mee. Maar andere, ja, dan moet je zo lang mogelijk uitschuiven om dat ja, per maand zo zacht mogelijk te laten voelen op je marges, die toch al in de horeca vrij dun zijn. Hoeveel mensen heb jij in dienst? Zo'n 240. Niet 240, Wouter. Ja. Ja. Ik weet niet dat ik jou sprak toen was je net begonnen. Ja, klopt. Toen waren het er misschien 30. Ja. Ja, nee, klopt. We hebben 13 locaties en die hebben allemaal zo'n 15 à 20 man in dienst. Godverdomme. En dat zijn allemaal over het algemeen ja, studenten die 15, 20 uur werken. Er zit een manager en assistent manager. Dus we hebben zo'n 30 managers in dienst met regio managers en marketing en finance. Dus ja, maar het is wel een serieus aantal. Ja, heb je maatregelen moeten nemen wat dat betreft? Valt mee. Valt mee. Omdat we relatief weinig overhead hebben. Zeg maar, we hebben geen hoofdkantoor.
Daar ben ik nu ook heel blij om. We waren een van de weinigen die dat niet hadden. Want ja, op hoofdkantoor daar vindt geen omzet plaats. Er zijn geen gasten, daar kun je je operatie niet zien of aansturen. Mm-hmm. Dus dat heb ik nooit gedaan, bewust. En de regiomanagers, die heb je nodig. We hebben een locatiemanager nodig. Alleen, ja, onze mensen op de vloer, zeg maar, die hebben 4- en 0-uren contracten. Ja, die kunnen we nu even niet inzetten. Dus dat is dan heel zuur. Ja. Maar ja, daar volgen gewoon de contracten. En hoe ziet de toekomst er dan zeg maar uit als het gaat om je bedrijfsvoering? Hoe zie jij dat de komende, weet ik veel, half jaar? Ja, half jaar. We kijken nu. Het is heel moeilijk om dit soort vragen te beantwoorden. Want vroeger dan ben je redelijk zelf in controle om de komende maanden te bepalen. En een agenda en je cashflow en je EBITDA. En dat is te bepalen. Alleen nu kun je nog niet eens een week vooruit kijken, omdat je niet weet wat er gebeurt. Gaan we naar een tweede lockdown? Wat voor overheidsmaatregelen komen er nog bij om je schuldpositie te verlichten? Of moet je extra leningen aangaan? We weten nu alleen 1 juni mogen we met beperking naar open. Dus we hebben alle protocollen gevolgd en dat op ons bedrijfsmodel toegepast. Onze handboeken. Dus wij zijn er klaar voor. We gaan 1 juni open, heel blij. Met 30 mensen binnen, een terras en afhaal. We hebben een bestelwebsite gelanceerd om af te halen. Waar je normaal 6 maanden over doet om dat te bedenken en te ontwikkelen. Is dat nu in 1 week stond dat live. Dus dat soort creativiteit komt er wel bij. Klopt. Maar ik weet niet, durven mensen naar buiten? Onze doelgroep denk ik wel, vrij jong. Die zie je nu op Instagram ook gewoon afspreken. Dus ik verwacht wel. Dat het druk gaat worden. Met lekker weer zeker. Maar gaan wij naar 30% of 60% van de reguliere opzet? Ik weet het niet. Dus laat staan jouw vraag over hoe ziet het er over 6 maanden uit. Ik hoop dat we weer op 100% zitten. Maar de kans dat dat gebeurt is niet heel. Lig je er wakker van? Nee, want ik heb het niet voor het zeggen. Ik kan het niet. Ik kan alleen maar mijn best doen door. Nou, bijvoorbeeld zo'n website te initiëren, dat levert extra omzet op. We zijn 22 april live gegaan met een vrij unieke strategie om klimaatpositief te gaan ondernemen. Ja. Dat is best wel uniek, heeft veel media opgepakt, wordt door de gasten ook echt heel erg gewaardeerd. Ja, we proberen gewoon zo goed mogelijk ons best te doen om Yoghurt Barn te profileren en gasten weer blij te maken. Maar hoeveel gasten daar dan gaan komen, weet ik niet. Dus lig ik er wakker van? Nee, dat vind ik zonde van mijn nachtrust. Nee. Ja, het is wel knap dat het kan. Ja, dat gaat misschien nog wel komen hoor. Maar nee, vooralsnog, als ik het zelf niet onder controle kan hebben, dan, nee, dan moet ik daar niet van wakker liggen. Want dat vind ik dan zonde van mijn gemoedstoestand. Hey, klimaatneutraal zei je net al. Wat denk jij? Ik zit midden in een crisis, alle hens aan dek, een hoop gestresst. Ik ga ook nog maar even innoveren en dit soort dingen doen. Leg eens uit, wat heb je gedaan? Ja, we waren in januari daar eigenlijk al lang mee bezig. Van, duurzaamheid zit al altijd in ons DNA. Goed doen voor mensen, dieren, milieu. Dus dat was al, toen wij elkaar jaren geleden spraken, was het al aan de orde. Maar we kwamen er eigenlijk achter door een persbericht van Starbucks rondom Davo. Dus dat was in januari. Dat zij naar buiten brachten dat ze erover nadachten om volgend jaar wellicht aan te kondigen om CO2-neutraal te gaan opereren in 2030. Ja, je merkt aan mij al voor heel veel maren en mitsen en misschien en eventueel. En ik las dat, dus dat is dan het voordeel van LinkedIn en dat je je verveelt en je gaat dat soort berichten lezen. Dat ik na ging denken van, hey, wat betekent dit nou precies, CO2 en operatie in horeca. Dus ik ben me erin gaan verdiepen en ik merkte dat eigenlijk heel weinig Nederlandse bedrijven, er waren geen artikelen te vinden over horeca en CO2 neutraal opereren of iets rondom het klimaat. Dus toen dacht ik, hey, dit is wel een kans, want ik geloof heel duidelijk dat wij vooruitstrevend mogen zijn als bedrijf rondom duurzaamheid. En als nog niemand dit doet, is dit een unieke kans om daar als eerste mee te komen. Dus ik ben me erin gaan verdiepen wat dat nou betekent. En jij en ik hebben allemaal een uitstoot aan CO2 als persoon.
En dat is 9 ton aan CO2 per jaar. Wij als Nederlanders stoten dat uit. Wij als bedrijf, wat doet dat dan? En jij als gast bij ons, bij Yogurt Barn, wat consumeer jij dan aan CO2, zeg maar? Aan broeikasgassen. Dus daar zijn we achter gekomen. En toen kwamen we erachter ook dat 22 april is Earth Day. En het was heel toevallig de 50ste verjaardag van Earth Day. Dus toen dachten we, nou mooi, dan hebben we stok achter de deur. We gaan ons vanaf januari helemaal vol voorbereiden op die Earth Day. Om dan aan te kondigen dat wij klimaatpositief gaan opereren. Dus niet neutraal. Nog een stapje verder, we gaan positief. Toen kwam corona half maart. En de eerste weken dachten we van, nou, dat wordt hem eventjes niet. Want we zijn echt met andere dingen bezig. En de hele wereld is met andere dingen bezig. Maar toen kwam de roep heel erg duidelijk op eigenlijk alle media. Niet alleen de groene media, maar ook de algemene media. Van als we weer gaan investeren en heropenen, laten we niet fout maken als in 2008, 2009. Maar laten we het geld stoppen in verduurzaming. Want de crisis die eraan gaat komen is veel groter. En toen dacht ik, oké, mooi, al het werk is niet voor niks geweest. We gaan het gewoon doen, 22 april, gas eraan en we gaan lanceren. Dus dat hebben we gedaan. En daar ben ik heel blij mee. We krijgen ontzettend veel positieve reacties van heel veel bedrijven. Ook gewoon berichtjes op LinkedIn van, als dit allemaal voorbij is, wil je me helpen om ook klimaatpositief te worden? Echt totaal andere sectoren. Maar ook van collega-ondernemers die dat graag willen oppakken en leren wat het is. Hey, en is yoghurt klimaatpositief? Want dat komt ook van een koe. Ja, nee. Ik ben heel blij dat we geen kaas en vlees voeren. Want die zijn nog een stukje lastiger om te compenseren. Maar inderdaad, het is moeilijk om in onze bedrijfstak met veel liters aan yoghurt, om die inderdaad klimaatpositief te krijgen. Maar het zit eigenlijk wat je ook voert in je bedrijfsvoering aan producten. Dus het is een drie-stapsraket. Dus je moet meten. Nou, als je veel vlees, kaas en zuivel gebruikt, dan heb je een hogere uitstoot dan wanneer je dat niet doet. Mm-hmm. Daarna ga je kijken wat kan je reduceren. Dus hoe kan ik bijvoorbeeld, jouw bezoekje aan Yogurt Barn nu is ongeveer gemiddeld 1,2 kilo aan CO2 uitstoot. Nou, dat hebben we berekend. Jouw volgende bezoekje, als het over een jaar is, is ons doel om dat gezamenlijk met onze partners naar 1 kilo te brengen, bij wijze van. En tegelijkertijd gaan we, en dat is stapje 3, gaan we compenseren. En dat betekent dat we CO2-certificaten kopen om bomen te planten. En elke keer wanneer jij bij ons komt en die 1,2 uitstoot zou hebben, gaan wij zorgen dat we voor 110% van die uitstoot gaan compenseren en dus die CO2 gaan opnemen. Dus onze strekking is dan ook, wanneer je ook naar ons komt, elk bezoekje, elke gast heeft een positieve bijdrage aan het klimaat. En zorgt er dus voor dat, het is misschien een beetje te veel gezegd, maar dat de aarde niet meer opwarmt. Ja, en ik sprak een tijdje geleden zelfs Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager. En die is zelfs bezig om zeg maar de koe uit te schakelen en daar een machine voor in de plaats te zetten. Zoals hij zelf zei, er gaat gras in en er komt melk uit. Dus misschien los. Nou, dat zou mooi zijn. Ja, nee, zeker. Maar dat is wel leuk om dan met je partners te werken. Arla is een grote partner voor koemelk. En we hebben ook nog biologisch. Dus dat een koe heeft wat meer ruimte nodig. Dus dat is ook nog weer wat meer belastend. Maar zij zijn ook heel erg voor milieu en dier. Dus hoe kunnen we daarin samen optrekken? En tegelijkertijd hebben we nu 30% van onze producten is plantaardig. En dat heeft een lagere impact per liter, maar weer een hogere impact qua nutritionele waarde. Dus zo ga je kijken van wat wil een gast uiteindelijk en hoe kunnen we met al die partners gaan reduceren. Dus daar zijn we nu pannen voor aan het maken. En heb je de panden ook meegenomen dan waar je in zit? Ja, nou, het verbruik van gas, elektra, water, afval, alles daarin is meegenomen. En krijg je nu ook makkelijke financiering en zo rond, omdat je zo goed bezig bent? We hebben dit 22 april gelanceerd. Ik heb daarna nog geen financiering aangevraagd. De banken zijn wel heel erg enthousiast hierover. Investeerders zijn heel enthousiast hierover. Gewoon omdat iedereen wordt hier enthousiast van, omdat je goed doet. En het is geen greenwashing verhaal. Het is oprecht een strategie om niet, als je alleen maar compenseert, maar je hebt geen reductieplannen, ja. Dan kun je daar je vraagtekens bij zetten, hoe goed je bedoelingen ook zijn.
Ja. Maar wij willen echt uiteindelijk die 1,2 kilo willen we heel erg gaan verlagen. En daar wordt iedereen enthousiast van, ook een bank, ja, gelukkig wel. Hoe zie je ambities eruit? Dit klimaatstuk is voor mij echt een hele belangrijke pilaar. Dus dit wil ik echt gaan doorzetten, zodat iedereen uiteindelijk ook Yogurbarn ziet als zijn. Het is niet alleen feel good food, want ik eet yoghurt-gerelateerde producten en ik heb daar een goed gevoel bij, omdat het gezond is. Dat is nu de perceptie. Ik wil dat doortrekken naar feel good in alles wat we doen. En dus ook voor het klimaat, dat als jij komt, je dus intrinsiek gezond voelt en goed voelt. Mm-hmm. Daarnaast zijn wij aan het kijken, en ook corona is daar weer een gekke pauzefase in. Maar hoe kunnen wij ons merk nu verder zetten? Want enerzijds is het, wat je ook vaak terugleest, Yogurbarn gaat naar 30 locaties in Nederland. De vraag is, ja, willen we dat wel? We hebben nu 13 locaties in Nederland staan. Ik ben daar wel blij mee. Ik hoef niet per se nog een 14e en 15e in Hilversum en Amersfoort en Groningen. Maar we zijn wel klaar om ons merk in te zetten voor andere specialisten. Die op hun expertisegebied ons merk kunnen exploiteren. Dus we zijn nu heel hard bezig om te kijken met master franchise partners in Scandinavië, in Engeland, in het Duitsstalig gebied. Hmm. Om daar yogurtbarns neer te gaan zetten op high traffic en binnenstadslocaties. Dus dat soort gesprekken vinden nu plaats. Dat wordt wel wat lastiger, want dat is nu ook via de telefoon en een Zoom gesprek. Ja. Dat gaat allemaal wat langer duren nu. Maar dat zijn wel de kansen die wij zien om verder te groeien. En heb je die tijd, hè? Want dat is natuurlijk, vind ik, een van de meest schrijnende wat je nu ziet bij ondernemers, hè? Van ondernemers die gewoon een prima businessmodel hebben. Alles is goed. Alleen doordat dit nu gebeurt en het duurt te lang, ja, vallen ze gewoon om bij bosjes. Ik bedoel, is dat risico bij jou ook aanwezig? Het ligt een beetje aan hoe lang dit inderdaad gaat duren. Ik denk, wat we net zeiden, 1 juni, dan gaat de omzet weer omhoog omdat we mensen binnen en buiten mogen opvangen naast afhaal. Ik denk dat we dan ook met de nieuwe maatregelen van de overheid, dat we enigszins break-even kunnen gaan draaien. Maar dat is mijn optimistische blik. Misschien valt dat tegen. Die eerste 3 maanden die we tot nu toe hebben gehad, ja, die zijn pijnlijk. En dan moeten we kijken wat de schade uiteindelijk gaat zijn. Dat weten we nog niet. Nee. Maar daarna ga je een herfst en een winter in. En ik weet niet hoe dat gaat zijn. Want als je dan nog steeds maar 30 man binnen kan hebben, en je hebt geen mensen op het terras, en je hebt geen afhaal, want er zijn gewoon minder mensen op straat, ja, dan wordt het misschien wel een hele zware winter. Ik weet niet hoe dat gaat zijn. En moet je dan heel veel extra leningen daarvoor aantrekken? En wil je dat wel? Verdiencapaciteit van Yogurbarn is zeker voldoende en boven gemiddeld voor ons type horeca. Maar is dat na corona nog steeds zo? Met welke beperkingen? Dat weten we niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat we een propositie hebben die heel erg toekomstgericht is met gezondheid, klimaat er nu bij, heel veel bestedingen on the go. Maar dat was voor corona. Ik denk dat gezondheid en klimaat nog steeds heel erg na corona relevant zijn. Maar hoe dat allemaal precies gaat zijn, ja, dat blijft onzeker. Dus ja, lastig. We blijven zoeken naar heldere beelden in de glazen bol. Nou ja, als jij hem hebt, kom ik graag kijken. Ik weet het ook niet. Ik wens je in ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel. Leuk je te spreken. Wederzijds.